In de nacht van zaterdag op zondag waren de bloembakken in Hank wederom het doelwit van vernielingen. Deze keer hebben vandalen de bloembakken, die dienen als verkeersremmende maatregelen, beklad met hakenkruizen en teksten. Een van de teksten is ACAB, wat een belediging is tegen agenten. Er was ook veel overlast van jongeren rondom het Uivernest. Of de overlastgevende jongeren met het bekladden van de bloembakken te maken hebben, is niet bekend.